Dit is een andere aflevering van Sanatorie. Welkom erbij. In deze aflevering zullen we het praten met advocaat Jasmine Als. De politieke partij Permanente Voorspoed Republiek Suriname van advocaat Jasmine Als maakt zich ook op om mee te doen aan de verkiezingen van Suriname op 25 mei 2025. De PVRS zal samenwerken met de Sociaal-Democratische Unie, SDU, van oud-minister Celsius Waterberg en mogelijk ook andere politieke partijen. Hierover zullen we dus praten met de heer Jasmine Als. Meneer Meynals, welkom in het programma. Dank u wel. Waarom bent u de politiek ingegaan, als we zo mogen beginnen? Voordat ik op uw vraag inga, de partij is niet van Jas Meynals. Jas Meynals is slechts de voorzitter. Een van de initiatiefnemers en voorzitter. De partij is van ons allemaal, van Suriname. Oké. Okay. En waarom ik de politiek in ben gegaan? Het heeft een geschiedenis. En die geschiedenis is terug te brengen tot mijn eigen jeugd. De wijze waarop ik opgegroeid ben op Beekhuizen. In armoede, in bittere armoede. En wat het allemaal teweeg heeft gebracht in mij. En hoe ik daar tegenaan heb gekeken. En met daarachteraan. Hoe ik, het besluit ben gekomen om iets te doen aan de situatie waarin ik zelf verkeerde en waarin nog heel veel Surinamers tot de dag van vandaag nog in zitten. Als je arm bent, je komt als kleine jongen van enkele jaren kom je van school en je ziet je moeder achter die wasstobben. En geen eten op de koolpot, geen pot op de koolpot, dan weet je, vandaag is er geen eten. Niet dat er nog geen eten is, er is vandaag geen eten. Als je 's morgens naar school moet gaan, blootvoets, je stapt op scherven of door een steekje of je stoot je tenen ergens tegenaan, je tenen zijn altijd open. Je krijgt één Polak beschuitje om te eten thuis. En op school heb je dan niks te eten. En moet je je voorstellen, in de avond heb je al niks gegeten. In de ochtend krijg je één of twee Polak beschuitjes. Daarmee moet je doen. En je komt weer thuis en je moeder is nog niet bezig met de pot. Dat gaat jou aan het denken zetten. Want aan de overkant van waar ik woonde, daar waren er mensen van eigenlijk een goeie doen. Het waren stenen woningen. Dat was iets geweldigs in die tijd. Wij hadden, het waren meer hutten van bakkaplangen. Er waren de vloer. Daar zaten heel brede gaten in. En, omdat ze die planken niet aan elkaar sloten. Dus je kreeg wel alles naar binnen. Armoede heb ik dus niet uit een boek. Armoede, daar ben ik mee opgegroeid. En met mij de hele buurt. En dan kun je je voorstellen, aan de overkant woonden er mensen die, vrienden van mij met wie ik op school zat, die schoenen aan hadden, sokken aan, een tas met brood, mooi Hollands sprekend. Wat aangaf dat ze op een ander level woonden. Leefden, niet woonden, maar leefden. En wanneer ik op school was en aan de pater tijdens de catechismeslessen vroeg, waarom is er zo'n verschil? Niet in deze bewoordingen, want als kind leg je het anders uit. Maar waarom is er zo'n verschil? Mijn vrienden aan de overkant, die hebben alles. En ik heb honger. Waarom is dat zo? En de pater, het was pater Hunink, die aan mij zegt, God heeft de armen lief. En wanneer ik dan reageer en zeg van, nou, liever heeft God me dan niet lief, maar hij geeft me te eten. En dat ik, dat ik schoenen heb aan mijn voeten, dan ben ik vrijpostig en ik word gestraft. Het zijn normale vragen die in een kind opkomen, die de verschillen ziet tussen arm en rijk.
En ik begrijp later, of ik ben gaan begrijpen, dat armoede niet komt vanwege religie of vanwege een beslissing daarboven. Armoede en rijkdom, dat is waarmee wij leven. En de politiek, dat is de sleutel naar de economie. Het is de sleutel naar rijkdom, maar het is ook de sleutel die anderen, die voorkomt dat anderen ook mee participeren in de rijkdom. Als je om je heen kijkt, dan zie je de verschillen. Enkelen zijn heel rijk en anderen, een groter geheel, die is arm. Dit is de kern van mijn politieke motivatie. De ongelijkheden die vanaf de koloniale tijd ontstaan zijn in Suriname en voortgezet zijn door de regeringen die daarna hebben overgenomen van de Nederlanders, die ongelijkheden moeten geniveleerd worden. Die ongelijkheden moeten weggemaakt worden, zodat alle Surinamers een redelijk bestaan kunnen hebben in Suriname. We zijn rijk genoeg qua mineralen, natuur, delfstoffen, noem maar op, goud, vis, hout, bauxiet, diamant, allerlei dure delfstoffen die we hebben en die slechts een klein deel toekomt. Dat mag niet zo voort blijven gaan. Onlangs heb ik begrepen dat het grootste deel, waarschijnlijk al heel Suriname, uitgegeven is in concessies. Zonder dat het volk daarin kan participeren. Want er is geen wetgeving die bepaalt op welke wijze een deel van de rijkdommen die uit de grond gehaald wordt en die het volk toekomt, hoe een deel daarvan zal vloeien naar het volk toe. Er is geen enkele wet die dat nader regelt. Dit zijn de politieke handvaten die in handen zitten van politici. Zij die zich tot politici gemaakt hebben en wij die ze gekozen hebben om daar te zitten. En zij bepalen nadat ze gekozen zijn hoe de koek verdeeld zal worden onder een kleine groep. Het is dus nodig dat er een totale verandering komt. En ik kijk naar u, u bent een van de jongeren. Die politieke partij PVRS is een partij die in zijn banier draagt dat jongeren aan de macht moeten komen. Niet alle jongeren, maar de best opgeleide jongeren, de meest gedisciplineerde jongeren, de jongeren die het meest van Suriname houden en van het Surinaamse volk en besloten hebben hun lot, hun leven, hun toekomst aan dit land te verbinden. Die jongeren moeten de leiders worden, niet de ouderen. De vitaliteit van de jongeren, de onbedorvenheid van de jongeren staat garant dat zij het veel beter kunnen doen dan ouderen. Het is niet zo dat ik niet van ouderen hou, want anders zou ik niet van mezelf houden. Ik behoor tot de ouderen. Maar de wijze waarop het land tot nu toe geleid is door ouderen, is niet, het kan geen pluimpje krijgen. En wat zijn de andere speerpunten binnen de beleidsvoornemens van de PVRS? Een van de belangrijkste beleidsvoornemen is natuurlijk wegmaken van de armoede. Dit is een heel belangrijk onderwerp, omdat het grootste deel van Suriname in armoede leeft. Beneden de armoedegrens moet leven. Dat kunnen we niet blijven voortzetten. Dus we hebben ons afgevraagd, wat zijn de belangrijkste vraagstukken waarmee het land zit? Een van de belangrijkste vraagstukken is de armoede. Dat moet weggemaakt worden. Om armoede weg te maken, moet de economie beter georganiseerd worden. Zonder een totale reorganisatie van de staat Suriname gaat niks gereorganiseerd kunnen worden. Want het is dezelfde staat die wij hebben overgenomen van Nederland en die niet bedoeld was om Suriname vooruit te helpen. Als we het
intact laten, betekent het dat wij mensen zullen opleiden om het land te verlaten. En zij die achter zullen blijven, zullen niet de besten zijn, maar daar beneden. En een land leiden doe je niet met middelmatigen. Je doet het met de beste. Dus onderwijs, gezondheidszorg, dat zijn basiselementen in de ontwikkeling die een volk nodig heeft om goed op zijn eigen benen te staan, gelukkig te zijn, naast het creëren van maximale veiligheid voor iedereen. Zodat iedereen zich happy kan voelen. We hebben die mogelijkheden, we moeten er alleen maar gebruik van maken. Maar we moeten ook de politieke wil hebben om dat tot stand te brengen. Dus er zijn een aantal taken, er zijn een aantal highlights die PVRS voorstaat, samen met SDU. En dat zullen we, als we de gelegenheid krijgen om te participeren in een coalitie, dan zullen wij ook deze punten, onder andere deze punten, een zodanige plaats doen krijgen dat daadwerkelijk daaraan gewerkt zal moeten worden. Een ander punt is, ik kan nu een heleboel mooie dingen zeggen en op podia allerlei geweldige dingen beloven. Het vraagstuk is, wij moeten niet beloven. Wij moeten de belangrijkste vraagstukken waarmee het land worstelt, moeten wij communiceren met het volk. Op alle mogelijke wijze, via social media, maar ook van persoon tot persoon, op podia, moeten we de belangrijkste vraagstukken waarmee het volk zit, moeten we doorcommuniceren. Laten we samen, zij die leiders, voortrekkers zijn van politieke partijen, binnen die politieke partijen, samen met het volk, laten we in discussie gaan en laten we datgene halen waar het volk nadruk op legt, wat eerst aan bod moet komen, welke prioriteiten er gesteld moeten worden. En dan kunnen we op basis daarvan zeggen, dit is onze bijdrage in een toekomstige coalitie. Als wij de kans krijgen, zullen we ervoor strijden dat deze punten gerealiseerd worden. En dan moeten er ook checks en balances zijn, dat het volk ten alle tijden kan controleren. Als wij ons daadwerkelijk aan de afspraken houden die we gemaakt hebben voorafgaand aan de verkiezingen. Want op basis van wat we zeggen dat we zullen realiseren, op basis daarvan zullen wij beoordeeld worden. En het volk moet ten alle tijde de gelegenheid hebben om ons te beoordelen en zo nodig te corrigeren. Dus het hele systeem, het hele politiek systeem willen we eigenlijk veranderen. De hele staat willen we veranderen en transformeren naar een staat die in het belang is van alle Surinamers. Ja. En de SDU is het ook eens met de beleidspunten die u daarnet heeft? Oh ja, we hebben geen verschillen. En het kan ook niet anders, we hebben dezelfde achtergrond. Meneer Waterberg en ik hebben in de Volkspartij gezeten. Dus ideologisch hebben we geen verschillen met elkaar. De wijze waarop wij denken dat de economie aangepakt moet worden en het land georganiseerd moet worden, dat bepaalt de richting die je gekozen hebt. Ja, een van de zaken waarover er gesproken wordt, is het notarieel vastleggen van het vermogen van politici. Hoe kijkt u hiernaar? Het zou eigenlijk niet nodig moeten zijn. Maar we hebben in de afgelopen tijden hebben we gemerkt dat politici, soms heel jonge politici, ze komen erin in die politieke partij. Ze krijgen een functie binnen die politieke partij. Ze groeien binnen die politieke partij. En ze komen op een lijst. Ze gaan naar, ze worden gekozen, gaan naar de assemblée. In de assemblée maken ze naam. Maar
die politieke posities die ze dan bekleden, stelt ze in staat om dingen te doen die ze niet zouden mogen doen. Rijkdom vergaren. Laten we allemaal rijk worden als we strijd leveren om rijk te worden. Laat het heel volk rijk worden. Niet omdat enkelen de kans hebben gekregen om op bepaalde plaatsen te komen in de assemblee, als districtscommissaris of minister, directeur van een ministerie, etc. Niet omdat die posities ingenomen zijn, moet het gebruikt worden voor het eigen belang. Het moet gebruikt worden voor de hele natie, om de hele natie naar boven te trekken. En de drang die er nou is ontstaan, is het gevolg van wat wij allemaal zien, dat mensen voorheen niet rijk waren. Bijvoorbeeld, er zijn mensen die misschien niet eens één perceel op hun naam hebben. En ze komen in een assemblee en meer dan 100 percelen op hun naam krijgen. Hoe is dat mogelijk? Terwijl u, zoals u hier zit, als u een aanvraag doet om een stukje grond te krijgen, waarop u een huis wil bouwen, want u wilt een gezin stichten, want u bent volwassen genoeg om een gezin te stichten, dan is het er niet. Alles is al weg. Terwijl we zo'n klein volkje zijn, en het is zo'n groot land, en desondanks jongeren die nu leven, en jongeren die nog, generaties die nog moeten komen, die hebben niks meer, omdat deze en voorgaande generaties alles voor zichzelf genomen hebben. Sommigen hebben vierkante kilometers. En dit moet teruggedraaid worden. En op welke manier zal de samenleving op de hoogte worden gebracht van de visie van de PVRS? We zullen gebruik maken van alle mogelijkheden, zoals social media. Maar we zullen ook meetings beleggen, wijkvergaderingen houden. Meet the people campagnes houden. Publicaties doen. Zo denken wij dat wij met het volk in contact kunnen treden en in dialoog kunnen treden, zodat wij weten wat er onder het volk leeft. Want we moeten niet pretenderen dat we het al weten. We moeten in communicatie treden met het volk, zodat we horen waarmee ze te maken hebben. Ik ben laatst bij het was geen wijkvergadering, het was een campagne, een straatcampagne. En we komen daar bij een mevrouw, en die mevrouw die ligt daar, ze heeft niemand om zich heen, ze heeft niemand om haar te helpen en ze is ziek. Ze kan niet naar de dokter omdat ze geen on- en minvermogen kaart heeft, ze heeft het geld niet om de dokter te betalen. Ze is overgeleverd aan de liefde en de gunsten van buren die van heel ver komen, die haar toevallig kennen en die haar kunnen helpen. Dit zijn trieste zaken. Dit zijn heel trieste zaken. Volksgezondheid zou vrij moeten zijn. Niemand zou hoofdbrekens moeten hebben wanneer je ziek wordt, dat er geen mogelijkheid is om naar de dokter te gaan. Volksgezondheid, zowel dokter als medicijnen, ze moeten vrij zijn, dat het volk vrijelijk daarvan kan genieten. Onderwijs, er moet geen barrière zijn voor mensen die minder draagkrachtig zijn om goed onderwijs tot zich te nemen. Als u kinderen heeft en u heeft het geld niet om een goede school voor uw kinderen te betalen, dan zullen ze vanaf dat punt al gemarginaliseerd worden. En dat gaat hun plaats binnen de samenleving gaat het bepalen. En ze zullen, wanneer ze verder groeien, zullen ze gedomineerd zijn omdat ze de
kans niet hebben gekregen om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden van onderwijs. En zij zijn degene dus die in de rij zullen staan om te staken voor meer geld of voor andere secundaire voorzieningen. Terwijl dat niet zou mogen, terwijl dat niet zou hoeven. Er zijn een aantal pijnpunten waar wij toch wel, waar ik bij stilsta. En het gaat dan niet, ik ga niet de politiek in om beter van te worden voor mezelf, want anders was ik vandaag de dag steenrijk. Het gaat niet om mij. Ik heb de kans gekregen, ik ben gaan studeren, ik heb een lange weg afgelegd om uiteindelijk advocaat te zijn, maar het gaat niet om mij. Als het om mij alleen zou gaan, dan hoef ik niet een politieke partij op te richten. Dan kan ik mijn werk doen, als het om mij alleen gaat. Maar we leven in een samenleving waarbij het individualisme steeds meer een ruimte krijgt, terwijl het collectief denken steeds verder afsterft. We moeten reorganiseren. We moeten het denken van onze landgenoten. Moeten we ook eraan werken dat ze op een andere manier tegen hun land aankijken. En ik kan wel begrijpen, wanneer je zo 3-4 baantjes moet hebben of nodig hebt om rond te komen, dat je geen tijd hebt om aan de liefde van je land te denken, laat staan dat je echt gaat inzetten om iets teweeg te brengen. Ik kan begrijpen dat er barrières zijn. Maar die barrières zullen blijven als deze situatie voort blijft gaan en als in ons denken geen verandering komt. Ook al moet je nu 3 baantjes en 4 baantjes hebben om rond te komen, juist omdat je het niet zo wilt voortzetten, moet je een bewuste keus maken. En het moet niet zijn een keus uit 2 slechten, want dat is niet goed. We moeten leren denken dat de keuze die we maken een verandering, een wezenlijke verandering teweeg moet brengen. Want anders komen we weer in hetzelfde terecht. De een heeft het slecht gedaan, de andere vervangt die ene. En die heeft het dan weer slecht gedaan, wordt weer door de andere vervangen. En zo blijven we voortgaan en de jaren blijven niet op ons wachten. De tijd haalt ons in. Dus ik roep hierbij alle, voornamelijk jongeren, die nog een hele weg, een heel traject af te leggen hebben. Ik roep jongeren op, neem bewust je toekomst in je eigen hand. En zorg ervoor dat er een verandering komt, niet een wisseling van de wacht. En de voorbereidingen na de verkiezingen verlopen goed? Ik kan niet zeggen dat het goed verloopt. We zitten in een land met een heleboel problemen. Als wij heel veel geld zouden hebben, zouden we waarschijnlijk een aantal van die problemen kunnen overkomen. Maar dat is het niet. Dus de voorbereiding, we moeten hard werken en hard trekken. Een van de voorbeelden die ik kan noemen, juist omdat mensen het zo slecht hebben, is het moeilijk voor velen om zich te richten op het werk binnen de politieke organisatie. Want dat moet nou eenmaal van de grond. Je kunt het niet alleen doen. Maar je moet heel veel overwinnen. Partijleden en sympathisanten moeten heel veel overwinnen om tijd vrij te kunnen maken voor het politiek werk. Dus ik heb heel veel respect en waardering voor zij die, ondanks de vele tegenslagen, nog steeds in zijn om samen met ons te werken naar die verandering die er moet komen.
Zo heeft u het gehoord van advocaat Jas Meynals, een van de initiatiefnemers voor het oprichten van de politieke partij PVRS, die ook mee zal doen aan de verkiezingen van 25 mei 2025. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Sanatori. Bedankt voor het kijken. Heeft u een onderwerp dat u via ons wil belichten, stuur dan gerust een app naar het nummer 8485816 en vergeet niet onze socials te volgen. Sanatori, snel, scherp, altijd bij de tijd.